Zoals u weet vinden wij dat een heel belachelijk plan om vuurwerk volledig te verbieden. Ik herinner me nog heel goed begin van dit jaar dat de politiechef ook heel erg weifelend deed in de uitzending, die video dat zo'n gedeeld over of het allemaal wel goed zou gaan verlopen als het verboden wordt. Ik vind het jammer dat meneer Mewes niet, ik snap zijn teleurstelling natuurlijk over het feit dat vuurwerk niet doorgaat, maar ik vind het jammer dat hij niet met ons tegelijkertijd zegt, ja, nu het dat dan zo is, ik leg me daarbij neer als democraat, maar ja, ook ik roep de mensen om zich netjes te gedragen ten aanzien van de metro-ingangen en nog meer van dat soort potentiële locaties waar schade aan overheidseigendommen kan worden aangebracht. Hij is kritisch in mijn richting daaromtrent, dat mag hij. Maar ik zou hem toch ook willen vragen om ook met ons mee te doen in het oproepen van mensen om, om juist niet zich schuldig te maken aan allerlei vernielzucht. Ja, voorzitter. Onze burgemeester heeft er zelf een enorme hekel aan geframed te worden. Ik wil toch even aangeven dat de PVV de partij is van nul tolerantie. We willen op geen enkele manier ellende in de stad hebben. En iedereen heeft zich te houden aan de wet. Dus als het vuurwerkverbod geldt, geldt het vuurwerkverbod. Dus dat wil ik bij deze even heel erg duidelijk maken. Ik voorspel wel dat het één grote bende in de stad gaat worden. En dat al die glazen metrostations weer moeten worden dichtgeschroefd, is natuurlijk al een veeg teken. Dus als straks massaal, als er gewoon honderdduizenden mensen naar het centrum gaan en alle ruiten op de lijnbaan worden ingegooid, dan heeft het er gewoon ook mee te maken dat het volstrekt onverantwoord is om zo stringent het vuurwerkverbod te handhaven. We krijgen al vreselijke COVID-maatregelen over ons uitgestort. Nu ook al deze vuurwerkmaatregelen. Dit gaat echt beslist verkeerd. Daar waarschuw ik voor. En nogmaals, iedereen heeft zich aan de wet te houden. Dus bij deze roep ik ook iedereen op om zich aan de wet te houden zoals de burgemeester dat graag wil. Alleen ik voorspel gewoon dat het helemaal uit de hand loopt. En we gaan elkaar in het nieuwe jaar hierover spreken in de raad.